Welkom bij Navenant Kookt. We gaan vandaag een gepocheerd grilleitje maken met aardappels, sabayon en caviar. We gaan dus beginnen met aardappels af te koken en het vocht daarvan gebruiken we om de sabayon later mee te maken. We beginnen met de aardappels te snijden. Deze aardappels worden dus in kleine blokjes gesneden zodat ze eerder gaar zijn en we doen ze later nog een beetje brokkelen als voor onder het gerecht. We voegen geen zout toe bij de aardappels, omdat we het vocht gebruiken voor de sabayon en we brengen het vocht later op smaak. Als je nou zout zou toevoegen, dan wordt het ingekookte vocht later te zout en dan proef je alleen maar zout in het gerecht. Ik ga in de tussentijd even de bieslook snijden. Die komt later bovenop het gerecht. Ik snij voor een beetje weg. En dan probeer je hem zo fijn mogelijk te snijden. We gaan nu even mosterdbloemen plukken in onze eigen tuin. We gebruiken al onze kruiden, seizoensproducten en bloemen uit eigen tuin. Nou, dit zijn dus de kruiden die we geplukt hebben in de tuin. Dit zijn de mosterdbloemetjes. De smaken zijn een beetje pittig, smaken naar mosterd zoals de naam al zegt. De aardappels zijn nu gaar. Het vocht, het kleine beetje vocht wat er nog over is, dat gebruiken we voor de sabayon te tikken. De aardappels doen we een beetje brokkelen. Ze komen in onze handen, die komen dan later onder het ei te liggen. Dan gaan we nu de sabayon tikken. We doen sabayon, dat is eidooier met het aardappelvocht en een beetje witte wijn. En dat ga je op bij marie, dus op een pannetje met water ga je het optikken tot het begint te binden. Het ei begint bij ongeveer 75 graden te binden. En je moet rustig achter stikken. Dus je ziet dus nu hoe het ei begint te binden en hoe het langzaam dikker wordt. Tussentijd gaan we heel even de eitjes in het water doen. Gebruik gewoon giel eitjes. Ze moeten wel zo vers mogelijk zijn. En doordat het water licht omhoog kookt, gaat het eiwit om de dooier heen en krijg je dus een heerlijk gepocheerd eitje. Op de achtergrond doen we even de aardappels die we net afgekookt hebben, doen we opwarmen. Die komen dadelijk onder het eitje te liggen. Sabayon, je ziet nou hoe die eigenlijk dik is. Hij is nu klaar. We gaan hem alleen nog even op smaak brengen met zout. We gebruiken niet te veel zout, omdat we voegen caviar toe bij dit gerecht. En die is ook al zout. We gaan dus nu beginnen met een bordje op te maken. Dit zijn de afgekookte aardappels. Die leggen we onderin en dan een beetje proberen een kuiltje te maken in de midden waar het eitje in kan liggen. Het gepocheerde eitje. Dit is dus nu ook klaar. Dat doen we even op een plaatje leggen. Je zou hem altijd nog een beetje met een lepel kunnen bijwerken. Dat doen wij dus hier in het restaurant ook. Dan kan je hem een beetje met de ronde kant van een lepel kan je hem een beetje bijsteken. Dus netjes. Moet je alleen oppassen dat je de dooier niet raakt. Dan komt het eitje dus op de aardappels te liggen. En dan de sabayon die we net getikt hebben. Doe er netjes een beetje omheen.
Dit gerecht serveren we hier in het restaurant ook in het tastingmenu. Dit zijn 8 gangen tussengerecht. Dan mosterdbloemetjes die we net vers in onze tuin geplukt hebben. Beetje verse bieslook die we net gesneden hebben. Eromheen. Verse zwarte peper uit de molen. Nog een beetje alleen op de sabayon. Dus we proberen niks op het eitje te raken. En dan pakken we de caviar. Voor thuis kunt u ook verse kruiden gebruiken. Dat doen wij ook als alternatief. Of haringeitjes, die hebben ze in de supermarkt. Wij gebruiken hier caviar van de Gold Label. Die komt dus boven op het eitje en dan is het gerecht klaar. Wilt u dit gerecht nou ook nakoken? Kijk dan op de website of op de app van Navan & Cook. Smakelijk eten!